Nou, zo te zien heeft iedereen zijn plaats weer gevonden. Welkom terug bij het concert van Spon. In de pauze heeft het orkest zijn spullen gepakt en de Schotse hooglanden verlaten. De oversteek gewaagd naar het vasteland van Europa. Om u mee te nemen op een reis langs allerlei andere landen en genres. Het programma na de pauze gaat dus niet meer alleen over Engeland. De eerste stop die we maken is in Roemenië, in Boekarest. En dat doen we aan de hand van de Noorse componist en violist Johan Halvorsen. Die werd in 1895 gevraagd om in Boekarest les te komen geven. Hij nam de uitdaging aan en toen hij daar was, liet hij zich inspireren door de stad om een mars te schrijven. En dat is de Entry March of the Boyars. Nou, die boyaren, dat waren niet zomaar mensen. Dat was een behoorlijke aristocratie. Ze stonden net onder de prinsen en koningen die de landen regeerden. Die hadden echt wel wat in de melk te brokkelen. De mars is erop gebaseerd wanneer deze mensen hun entree maakten bij allerlei sociale gelegenheden. Nou, geniet u mee met die Entry March of the Boyars. Thank you.
Voor de pauze nam het orkest u mee naar de prachtige hooglanden van Schotland. En als we toch al in Oost-Europa zijn, dan wat let ons dan om een bezoekje te brengen aan de prachtige steppen in het oosten van Europa. We maken een oversteek naar Hongarije. Dat doen we deze keer aan de hand van een Belgische componist, Jan van der Roos. Hij heeft het stuk Pusta geschreven. Dat beschrijft de prachtige steppen in Hongarije. Het is gebaseerd op zigeunermuziek. En net als ik voor de pauze al heb aangegeven, ook in dit stuk zie je weer de invloed van volksliederen op moderne muziek. Die zit hier ook in verwerkt. Een van de kenmerken van volksmuziek is overigens dat het altijd uit het hoofd wordt gespeeld. We hebben het even geprobeerd als orkest, maar dat leek ons niet zo'n goed idee. Het stuk is in 4 delen en het wordt wel van bladmuziek gespeeld. Pusta. Thank you.
Het orkest gaat u nu meenemen naar een land wat niet bestaat. Het land van de musical. Een fenomeen in onze tijd waar heel veel mensen heel veel plezier aan beleven. Het stuk wat we gaan spelen heet The Woman in White. En waar ik voor de pauze zei dat iedereen in deze zaal bewust of onbewust wel één muziekstuk van de componist Elgar kende, gaat dat zeker voor de componist van The Woman in White, Andrew Lloyd Webber. Iemand die al dan niet samen met zijn partner Tim Rice aan het begin van zijn carrière, zo'n 30, 40 jaar geleden, de musicalwereld op zijn kop zette en naar zijn hand zette. Inmiddels is de formule bekend. Hij werkt nog steeds volgens datzelfde stramien, maar hij is inmiddels ook baron. Dit is een stuk uit een van zijn latere producties, maar het blijft genieten geblazen. The Woman in White. Thank you.
Dat smaakt denk ik naar meer, dus laten we maar even in musicalland blijven. The Wizard of Oz, een van de klassiekers, ging in 1975 in New York in première. Oorspronkelijk niet op Broadway, maar na korte tijd wel. Is uiteindelijk 4 jaar lang opgevoerd, ruim 1600 voorstellingen. En de meest bekende versie is die denk ik wel met Diana Ross en Michael Jackson in de hoofdrollen, die ook nog enkele wereldhits opleverden. Dit is een nummer uit de musical. Don't nobody bring me no bad news. Nou, let op hoe het concert nu loopt, gaat dat niet gebeuren. We brengen nu nog een ander aspect in van het orkest. José Boscher, namelijk, die gaat dat zingen.
Ook het volgende nummer zal door José gezongen worden. Het is een nummer wat de meesten van u ook wel zullen kennen. Het heet It's Oh So Quiet. Het was ergens halverwege de jaren 90 een behoorlijke hit voor een zangeres uit IJsland, Björk. Maar het nummer is eigenlijk veel ouder. Het dateert van 1948 en het is geschreven door twee Oostenrijkse componisten. Het is ook door een Duitser, Harold Winter, opgenomen in die periode onder de Duitse titel Und jetzt ist es still. Het is in de begin jaren 50 voor het eerst in het Engels vertaald door een Amerikaanse zangeres Betty Hutton op een B-kantje van een single gezet. It's Oh So Quiet. Thank you.
Voor het volgende onderdeel van het programma ga ik u niet te veel vertellen. Het orkest is naar Engeland geweest en bij een van de concerten in Engeland werd bijgewoond door een behoorlijk grote groep oorlogsveteranen. Voor dat concert is speciaal een medley van Vera Lynn nummers bij elkaar gezocht. Die gaan we nu ook voor u spelen. Just for a while, dear, we must part.
Vera Lynn, de mensen die speelden, zag u beelden van het concert wat het orkest in Engeland heeft gegeven. We zijn aan het laatste nummer van het programma toegekomen. En daarvoor gaan we terug naar Engeland, naar Katie Moss. Dat is geen familie van Kate. Deze vrouw heeft in 1911 het nummer geschreven wat we als laatste gaan uitvoeren. Dat schreef ze naar aanleiding van een folklorefestival wat ze had bijgewoond. Het stuk had waarschijnlijk wat in de vergetelheid geraakt als niet in 1977 op het hoogtepunt van de punk een brassband onder de naam Brig House & Rastrick er een singeltje van had gemaakt wat vervolgens bijna 500.000 exemplaren verkocht. Als we het inzetten herkent u het, maar ik zal toch nog even de titel noemen, The Floral Dance.